Hallo lieve kijkers van me, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik aardappelkousenbaan met kipfilet koken hoor. En daarvan ga ik roerol maken. Dus ik ben bezig, de water is al geboild. Kijk, dat is lekker aan het boilen. Dus dan ga ik mijn aardappelen eerst koken. En aardappelen erin zetten. En dan ga ik hem half koken. En dan ga ik mijn kipvlees snijden straks. Weet je? En dan ga ik lekker in curry klaarmaken. En dan ga ik mijn roerol vullen. Dit is mijn kipfilet. Dat heb ik gehaald gisteren. Die ga ik in stukjes snijden. Dus vandaag wij gaan picknicken, we gaan vissen. Dus we zijn met 10 mensen. Dan gaan we lekker chillen een beetje. Trouwens, iedereen brengt wat hoor. Dus dat is gezellig. We gaan naar de berenpuil, daar gaan we vissen. Forellenvis vangen. Dat vind ik leuk. En vandaar dat ik kook. Dan ga ik rolletjes maken. Roti heb ik al klaar, die heb ik al gebakken en nu de toespijs en dat komt helemaal goed. Aardappelen zijn aan het koken, dus zo, mijn aardappelen zijn hartstikke aan het koken. Straks wordt die een beetje gaar, niet helemaal hoor, en dat gaat het smelten. En dan ga ik hem lekker maken straks. Sweetie, sweetie wordt het. Ja. Kijkers, mama. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. En nu ga ik mijn kipfilet boilen een beetje. Dit eventjes boilen. Dan ga ik koken. Mijn aardappel is klaar, ik heb al gekookt. Zie je, hij is zacht. Kip is ook klaar. Die ga ik weghalen. Overgieten, dat spoel ik met koud water. Olie is al heet. Ik ga mijn uitje nog weer bakken. Een beetje bakken. Even lekker de kipfilet maken, dan ga ik nu de kipfilet vullen. Even lekker even kijken. De kruiden is mooi gebakken. Dan ga ik twee bouillon erin zetten. Twee kippen blokjes. Dat vind ik lekker. Die ga ik nu mee bakken. Een halve theelepel wat de peper zet ik. Zet ik hem zo. Dan zet ik één volle eetlepel curry. Voor een kilo kipfilet hoor. Heb ik daar. Want er komen nog aardappelen erbij. Dus dat niet. En dan ga ik mijn kipfilet erin zetten. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Lekker. En
Ik zet een theelepeltje, puntjoer, gemalen puntjoer. Dan zet ik mijn kouterbaan. Kijk, dit is mijn kouterbaan. Die zet ik ook, die mag ook meekoken. Die vier zetten we. Straks, als die koken dan een beetje gekookt is, dan ga je de aardappelen in zetten. Als die filet een beetje ook gekookt is, snap je? Dat is yummy yummy hoor. Die zet jij kijken van me. Lekker op die rol. Yum yum. Dan ga je hem lekker onder de deksel zetten. Zo, dan ga ik even kijken. Die is goed. Nou, dan ga ik mijn aardappelen erin zetten. Mijn alu. Gaat niet mis hoor. Wat heerlijk. Met alu koekbandje en chip filet rotirol. Yum yum. Sweetie, sweetie. Dan ga ik die alu een beetje kraken. Vastig wordt, weet je. Ja, gaat goed. Mensen gaan smullen. Oké, hij is bijna klaar. Even onder de platte schudderen. Dan is mijn aardappelen al klaar. Met een spijt. Nou, hij is klaar. Het vuur mag uit. Ziet er toch lekker uit, lieve kijkers van me. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.